Hallo, we zijn vandaag de Pinksterdeel gaan doen en zijn al uitgestapt in Cat Village, waar we met een treintje door de mijn gingen. Nou ja, mijn, een klein rondje met een oude mijnwerker. En dit is de tweede stop, Shandaoling. En hier kunnen we allemaal watervallen bezoeken. We hebben er net al eentje gezien, gaan nu op weg naar de volgende met een echte touwbrug. Alleen we worden onweer, dus ik weet niet of we de volgende waterval gaan halen. Kom snel mee. Woehoe, op de touwbrug. Zo, we zijn aan de overkant. Er is een eekhoorn in het bamboe. Daar. Zien jullie hem? Hij gaat lopen. Ik weet niet of je het kunt zien. Ja, je ziet wel iets lopen. En hij gaat naar boven. Zo, we zijn een stukje verder gelopen. En we zijn bij een stuk met heel veel bamboe. En in sommige plekken in Azië bestaat de bamboe, dat kan wel een meter per dag groeien onder de gunstige weersomstandigheden. En deze groeien niet zo snel, maar zijn wel vet stevig. Wat maken ze allemaal van bamboe, Sven? Van alles. Stijgers, huizen, ze eten het ook soms, want je hebt bepaalde scheuten van bamboe die net uit de grond komen. Die hakken ze af en die kan je ook eten. Kijk maar zo. En wat zien we daar? Nog een koude brug. Yay!